Heracles tegen Roda JC is de volgende wedstrijd. Twee clubs die vorig seizoen nog in de play-offs om Europees voetbal tegen elkaar speelden. Destijds was een doelpunt van Boldizar Bodor in blessuretijd de winnende goal voor Roda JC. Het zou niet leiden tot Europees voetbal voor de Limburgers, want dat ging uiteindelijk naar Utrecht. Aan Europees voetbal hoeft Heracles dit seizoen even niet te denken. Handhaving in de Eredivisie, dat is het doel. En dan eindelijk op weg naar een groter stadion. Heracles zelf wil met volle kracht vooruit, maar het stadsbestuur lijkt het standpunt te huldigen. Voor elke oplossing is er wel een probleem. Heracles staat op de 13e plaats, Roda JC prima op de 6e. Misschien lukt het dit jaar voor Roda om kwalificatie voor de Europa League af te dwingen. Bij Heracles, als we kijken naar de opstellingen, maakte Mark-Jan Flederis zijn debuut. Ja, dat weet ik niet. Hij staat in ongeveer linksback. Dat is de plaats, normaal gesproken, van de geschorste Mark Looms. En Vajinovic begint nu in de basis als linkshalf. Bij Roda in het doel de Pool Prus. Hij is 20 jaar. Hij vervangt de vaste doelman Titon, die tijdens de warming-up geblesseerd moest afhaken. Roda mist ook de geblesseerde Deloge. En in de aanval heeft Morten Skobu een basisplaats en is Hadouir de aanvallende middenvelder. De sproeiers in Almelo gingen vlak voor de aftrap hun eigen leven leiden. Ja, mensen, ook kunstgras. Tof. Heracles heeft afgetrapt. De ploeg die het zo goed doet in thuiswedstrijden heeft de punten eigenlijk hard nodig. Na de resultaten van de andere ploegen onderin. Dus gelijk Overtoom met de eerste actie en Overtoom met het eerste schot. Breukers heeft veel ruimte voor zich liggen. Overtoom. Het is een goed begin van Heracles in de eerste minuten van de wedstrijd. Waar Roda even niet uitkomt. Overtoom. Voorzet. Armenteros verlengt. En daar is Everton geen controle. Vajinovic nog. Ook geen ruimte om te schieten. Maar wel druk van Heracles. Die druk houdt nu even op. Maar de toon is gezet. De aanwijzingen zijn voor Jansen. Die na een kleine 10 minuten van positie gaat wisselen met Soetsjouin. Jonker gelooft in die bal en natuurlijk gelooft hij in die bal. Het moest ineens. Grootste kans voor Roda. Halverwege de eerste helft. De foul houdt een beetje vast bij Everton, maar het spel kan door als hier Vajinovic is en in het midden Everton helemaal vrij staat. Maar Vajinovic doet het zelf. En een prachtige redding van Prus. Wielaert. Hadouir vertrokken en geen buitenspel. Skobu naar de eerste paal, Jonker naar de tweede. Maar de voorzet moet er nog komen. Daar is Soetsjouin. Het eerste gevaar lijkt eruit te zijn. Maar daar is dan alsnog Soetsjouin en Pasveer. Flederis. En de bal is nog niet weg. Overtoom. Als aan de grond genageld, Prus. Maar hij ziet de bal tot zijn opluchting overgaan. Overtoom. Van afstand en het is een doelpunt. Omdat Prus zich op die bal verkijkt. Heracles op voorsprong door Willy Overtoom. Omdat het van dichtbij niet lukt, maar is van afstand geprobeerd. En Prus, die het tot nu toe uitstekend deed, zit er nu naast. K, opgejaagd door Douglas. Blessure aan de kant van Heracles, maar Roda kiest ervoor om door te spelen en Van der Linde gaat er dan hard in. En dan volgt dus dit. Je ziet het zo vaak, maar het is aan de scheidsrechter om bij een blessure het spel stil te leggen. Als de ploegen niet sportief genoeg zijn om dat zelf te doen. En als de scheidsrechter het spel niet stillegt, krijg je dus dit. Hier wordt dus niet voor gefloten. Het was een overtreding van Hadouir en dan Van der Linde, die er op deze manier voor zorgt dat het spel stil komt te liggen.
Van der Linden krijgt geel en ook Jonker voor zijn aandeel in dat opstootje. Flederis. En nu nog een keer Flederis, maar het is daar te druk. Is dit een gele kaart? Ja, voor Breukers, dan is het einde wedstrijd. Tweede gele kaart voor de rechtsback van Heracles. Dat dus door moet met 10 man. De snelle uitval van Roda. Jonker van achteraan getikt door Breukers. Dat is geel. En omdat hij er dus alleen had. Een vroegtijdige aftocht voor Tim Breukers. Vormer nog altijd houdt Heracles stand met 10. K. K kan het gelijk maken. Maar doet dat dus niet. Hoekschop. Hadouir. Pasveer zit mis. En loopt het dan goed af voor de doelman van Heracles? Jazeker. Jansen. Heracles dicht bij de overwinning. Kan het nog eerder beslist worden dan het eindsignaal als Douglas er vandoor is voor de 2-0. En Prus houdt de spanning er nog even in. Het eindsignaal van Ed Jansen. 3 broodnodige punten verdiend door Heracles. In wat zeker naar de rode kaart van Breukers een echte vechtwedstrijd was. Met Heracles als winnaar. Omdat Roda er voetballend niet meer doorheen kwam. Je krijgt een heel ongelukkig doelpunt tegen. En daarna wil je wel. Maar dwing je eigenlijk iets te weinig af. Ik miste eigenlijk het eerste uur een beetje die overtuiging. Niet dat we onderlagen, maar in het normaal wat we goed doen in die omschakeling, de efficiëntie, dan vond ik dat we daar niet altijd die scherpte hadden. En ja, dan krijg je doelpunt tegen en dan loop je wat achter de feiten aan. En dan, goed, ja, dan moet je forceren en dan wil je wel. Er is wel wat strijd geweest, maar daarin hebben we niet onze echte wil kunnen afdwingen. Had je in die slotfase het idee van we gaan het niet redden? Want het was wel stormen, hè? En dan heb ik niet over de wind wat Roda deed. Ja, klopt, ze hebben toch een enorme luchtmacht. En je weet dat als die bal één keer goed valt voor hun, dan zit hij erin. En, maar vandaag zat het voor ons mee en daar ben ik wel blij om.